Echt heel veel mensen. Oh, ga je dan niet aan je vrouwen? Oh. Ik ging een paar keer auto's voorbij dat jij zei: hey, gaan we niet te hard? Ja. Ik zeg niet zo, we gaan maar. Oh nee, 100. Wat niet iedereen misschien weet van jullie, maar wij zijn op wereldreis gegaan omdat ik dus leukemie heb gehad. Het is officieel! Yay. Wij gaan namelijk samen een boek schrijven. Yes. Zie je mij al zitten, hé? Ja. In mijn kantoor met mijn vulpen. Ja, zoiets. Met je veer zie ik jou meer. Mijn veer, ja. We zijn nu onderweg naar Haarlem, want daar zit onze uitgever. En we hebben om 11 uur afgesproken om te tekenen ons contract voor het boek. Eigenlijk had het niet beter uit kunnen komen dan nu met de hele coronacrisis. Want wij zijn een week of 5 geleden benaderd door deze uitgever of wij het leuk zouden vinden om ons verhaal te schrijven. En nou ja, ik heb eigenlijk al veel langer dat ik een boek wil schrijven. Maar ja, met de reis dacht ik steeds van dat wordt dan zo'n ding op reis. En ik wil natuurlijk ook gewoon van de reis genieten. Dus dat komt later wel. Nou ja, en toen kwam het hele corona gebeuren en toen dachten we... Toen die uitgever ons een mail stuurde, ja, we hebben de komende maanden toch helemaal geen plan en geen idee. Dit is helemaal perfect nu. Dus ja, we waren eigenlijk meteen heel enthousiast. En toen ging het eigenlijk heel snel. Ja, en we moesten eigenlijk even de quarantaine uitzitten. Ja. Zoals nu, totdat we nu echt even naar kantoor kunnen. Ja, zodat we wel netjes natuurlijk op 1,5 meter afstand kunnen tekenen. Maar ja, we wilden dat natuurlijk wel gewoon heel graag echt live daar doen. Want ja, dat hoort er natuurlijk wel een beetje bij. En dan gaan we zo meteen wat meer vertellen over waar het boek over gaat. Ja, dat is goed. Anders wordt het nu een heel lang verhaal. Ja. Eerst naar Haarlem. Ja. Uurtje verder en we lopen naar Haarlem. Hoe vond je dat ik reed? Ja, goed. Goed? Nou, ik moet wel even wennen, want dit was nu de eerste keer sinds, nou ja, überhaupt een jaar, dat ik dan weer in Nederland in de auto zat en dan ook weer rechts moest rijden. Ik ben natuurlijk alleen maar links gewend nu de laatste maanden en dat was wel echt even wennen. En dat je niet 120 mag. Dat was echt wel... Ik ging een paar keer auto's voorbij dat jij zei, hey, gaan we niet te hard? Ik zeg, hoezo, we gaan maar... Oh nee, 100. Oh, balen. Maar we hebben ons wel weer even een beetje netjes aangekleed hebben vandaag. Kijk hoe jij eruit ziet. Kijk eens, hop. Kijk eens hoe fleeky. In dit mooie Haarlem. Haarlem is een mooie stad, hè? Je zei, daar wil ik ook wel wonen later. Je wil overal wonen. Ja. Okay. Zijn we er bijna? Ja, 150 meter. Hoe spannend. Kijk, ja, dit is tekenen op afstand. Heel netjes. Ja, nou top. Kijk, en deze tafel is ook gewoon heel lekker groot. Dus we zitten allemaal netjes volgens de richtlijnen. Ja, wij mogen netjes naast elkaar zitten. Maar voor de rest... Moet je deze even zo als een leontien? Ja, kijk, ze hebben speciaal voor ons vegan kaneelbroodjes gehad. Nou, dan... Ze zijn bezorgd. Oh, echt? Ja. 5 uur 's middags, hè? Ja, in Nieuw-Zeeland of zo, ergens. Ergens op de wereld. Ergens zit het 5 uur. Wacht, hij moet even naar deze hoek. Hallo. Wil je er ook nog op één zo doen? Gewoon even hebben? Ja. Op de gram. Yes. Op de gram. Ja, het ziet er helemaal echt uit, hoor. Ik zag dat jullie al goed aan het teasen waren op Instagram, wat het spannend nieuws zou gaan worden. Ik had er nog helemaal niks over gezegd en dan dacht ik, ja, het is eigenlijk ook raar als vanaf vrijdag in één keer denken, hey! Ja. Ja, een beetje, ja. Dan krijg je een baby. Ja, echt heel veel mensen van, oh, ga je dan niet aan je vertrouwen? Nou, oh. Ook echt nu eindelijk. Ja, ja, echt, hè? Zeg nu eindelijk wat we willen. En hadden mensen het wel geraden dat het een boek zou worden? Nou, echt maar heel weinig. Ja, veel mensen denken een kookboek, of dachten al een kookboek. Oh, ja. Omdat er dan de afgelopen dagen helemaal niet te was. Ja. Dat kan ook weer zijn. Wel bakken.
Ja, dat vind ik ook goed. Nee, heel cool. We zeiden ook met de knipoog, nee, het heeft niks te maken met bakken en koken. Weet je wel, niet dat het elkaar gaat snijden, zeg maar. Nee, ja. Oh ja, toch een boek. Ja. Ja. Leuk, leuk, leuk. Hey. Eentje voor jullie. Eentje voor jullie. Ja. Ik zal zo even een afgelopen. Ik heb hem vast aan het zoeken, maar. Ja, even hier. Zeg ik Hebben ze bezorgd? Ja. Oh. Met elektrische fiets. Dus dat was helemaal. Ja, lekker. Sure? Ja. Klein vaartje. Ja, weet je? Jij bent met de auto, maar ja. Klein vaartje. Ik ga gewoon even. Ja, ja, nee, heel netjes. Oh, goed, is dit. Mooi. Dat het heel mooi en goed en voor jullie ook belangrijk op mag worden. Ja. Gaan worden. Ja. Cheers. Hij mag. Ja. 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 Nog tegen elkaar. Ja. Of in ieder geval wij sowieso inderdaad qua houding en qua. Ja. Wat mooi is voor zo'n titel, of voor zo'n omslag, sorry, ja. Of foto. Ja, misschien kan je die andere, kan je die in ieder geval even sturen. Dan, ja. Ja. Nou jongens, bedankt, tot snel. En we gaan aan de bak, hè? Ja, zeker. Oké, doei! Nou, daar gaat ze dan, hoor. Het is officieel! Yay. Het is wat, hè? Maar wel leuk, hè? Ja, zeker. Nou moeten we hard aan de bak. Ja, net is getekend. Meeting gehad over de omslag, over de titel. Allemaal dingen waar je eigenlijk nooit bij nadenkt als je een boek koopt. Nee. Over het lettertype, over paginanummers, over omslag, over teksten aan de binnenkant. Nou, wat nog meer? Hoe gaat dat allemaal? Van alles. Audiobooks, e-books. Ja. Viora the Musical. Heb jij mijn tas? Ik heb de tas. Ja. Maar ook mijn tas? Dat zwarte tasje? Nee, dat ja, niet. Luister mijn telefoon in. Oh. Oh, we gaan weer terug. Oh. Hey. Ja, we hebben getekend. Dankjewel. Oké, dat was een beetje dom, mijn tas vergeten, maar ik heb hem... Ze was zenuwachtig. Ach, joh. Ik heb hem, spanning. We zitten inmiddels in de auto. En zoals ik beloofd had, op de heenweg zou ik nog even uitleggen waar het boek precies over gaat. Want, wat niet iedereen misschien weet van jullie, maar wij zijn op wereldreis gegaan omdat ik dus leukemie heb gehad. En toen ik dat net had, zei ik tegen Joost, wil je, als ik beter ben, met mij op wereldreis? En... eventjes gevaarlijk ingevoegd hiervoor. Maar dus het boek gaat eigenlijk over het moment, vanaf het moment dat ik ziek werd en alles daartussen tot aan nu. Dus alle gekke dingen die we in het ziekenhuis meegemaakt hebben, maar ook het hele herstelproces. En het boek gaat dus vanuit mijn perspectief, maar ook heel erg vanuit Joost als partner. Dus hij het heeft ervaren en we gaan dus allebei schrijven, dus we schrijven allebei een half boek, zeg maar. En ja, dat wordt ons boek, maar nu de grote vraag, hoe gaan we het boek noemen? We zitten dan nu al een kwartier over te brainstormen en hebben we net ook al heel lang over gepraat daar, want je wil natuurlijk het hele ziekteproces noemen in de titel, maar ook weer het wereldreisgedeelte, want dat komt er natuurlijk ook in. Dus ja, daar zijn we nog even goed over aan het nadenken. Maar net hadden we wel iets met naar het einde van de wereld, iets met ticket, iets met, nou ja, zoiets. Maar, ja? Wanneer ligt het in de winkel? Ja, wij gaan nu schrijven en dan moeten wij het 1 augustus inleveren, dus dat is heel snel. En dan komt het najaar 2020, dus gewoon dit jaar, komt het in de winkel. En dat zal waarschijnlijk oktober worden, want er zit natuurlijk nog wel eventjes tussen het moment dat wij het inleveren en totdat het dan verkrijgbaar is. Dus wij moeten gewoon nu hard aan de bak, maar we vinden het ook gewoon heel leuk om het dan gewoon snel nu te gaan doen. Zodat het boek ook redelijk snel in de winkel komt, want je hebt natuurlijk genoeg schrijvers die daar echt een jaar over doen en dan, ja, dat vinden wij gewoon te lang zo'n proces. Dus we gaan... Het was wel afgelopen weken. Kijk, wij wisten dit eigenlijk al dat dit ging gebeuren een paar weken terug. En
iedereen me vragen, oh, wat gaan jullie nu doen in Nederland? Moeten jullie werk gaan zoeken? Wat gaan jullie doen? Ja. Iedereen deed het, wat ga je doen? Wat ga je doen? Wij dachten, wat ga je doen? Punt 1. Het is een hele rare vraag, wat ga je doen? Als wij gewoon niks gaan doen, gaan we niks doen. Ja. Maar wij wisten dat we dit gingen doen. En nu kunnen we eindelijk zeggen, nee. We gaan een boek schrijven. Wij zijn nu in het proces om een boek aan te schrijven. Ja. Wat ben jij aan het doen? Thuis zitten, een beetje inloggen voor de baas. Ja. Nee, wij zijn hem pas iets aan het doen. Yes. Wel echt leuk. Ja, absoluut. Ja, yeah. Oké, wij gaan nu lekker naar huis rijden. Je hebt geen huis. Naar Joost zijn ouders zijn huis. Nee, we gaan nu lekker naar huis rijden. En we kregen gewoon een appje dat de champagne klaar staat. Dus dan gaan we nog even proosten. En dan gaan we nog even doen. Zien jullie dat zo nog even? We zijn weer thuis en het is tijd voor champagne. Schudden, zegt hij. Nou, Joost, man. Nou, doe je best. Ja, het is goed, hè? Ja? Ja, het is echt een goeie. Uit de kelder. In de house. Uit de kelder. En, hij heeft lang genoeg gelegen, dus hij is dit jaar. Hij is, wat is het voor jaar? Het is een... Welke streek komt? 1, 2. Yay. Misschien minder hard dan... Ja, hij moet schudden, hè? Vroeg naar bed vanavond, denk ik. Hoezo, door al die drank? Ja. Ja, je hebt dat twee glazen gehad net. Ja. Een flesje pakken. Jij ook eentje. Nou jongens, yes, proost. Laatste proostje. Dat is het laatste beetje champagne. Cijfertje van de dag. Cijfer? Een 9,5. Waarom geen 10? Omdat we nog niet avond gegeten hebben. Ja, maar en we gaan geen friet eten. Shit. Ja, spannende tijden, hè? Ja. Hele leuke tijden. Ja, ik heb er heel erg zin in. Maar we gaan nu niet alleen maar video's maken over het boek schrijven, denk ik. Nee, want dat is saai. Dan zie je ons alleen maar op de laptop. Maar we moeten even bedenken nog leuke dingen die we kunnen gaan doen. Ondanks de quarantainetijd. Dus heb jij een leuk idee wat we kunnen gaan doen? En waar we over tussen het boek schrijven door. Ja, als soort van afleiding. Laat dagje weg, weekendje weg. Nou, ik denk dat dat er niet in zit. En een beetje een leuk huisje ergens wat we kunnen huren. Waar we en kunnen schrijven en leuke dingen kunnen doen. Dat is een goeie, ja. Ja, toch? Ja, laat het ons dan vooral weten. Oké, wij gaan ons glaasje opdrinken. En bij deze sluiten we de video af. Dus we vonden het leuk dat jullie er weer bij waren. En tot de volgende. Doei.